Een bijzondere bijeenkomst bij begraafplaats De Oude Toren in Woensel. Daar liggen oud-strijders van de Engelse luchtmacht. Een clubje wielrenners fietst vandaag een deel van de vluchtroute die de Engelse luchtmacht tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft afgelegd. Een mooi moment om ter gelegenheid van die 70ste herdenking geld in te zamelen voor goede doelen, bijvoorbeeld voor onderzoek naar kanker. Well, for today, the first team of cyclists started at Bellicombe this morning around 8 o'clock. Then cycled to the graveyard. They're now going to cycle on to Mull, where we will get changed into cycling uniform, and then we'll take over from then, and then continue on to Brussels. Hopefully, arriving in Brussels sometime late this afternoon, early evening. George Duffy is de enige piloot die op 23 juni 1943 niet sneuvelde of gevangen genomen werd. Speciaal voor het jubileum legt hij samen met de Britse luchtmacht de vluchtroute nog een keer af. Well, I think it's a wonderful exercise and I think it's important to perhaps to tell the young people today what we went through all those years ago. I was very lucky to survive. I'm very, very lucky indeed. Na jaren brengt de 87-jarige Duffy een bezoek aan onze stad. Dat hij nu vandaag natuurlijk hier aanwezig is en mee naar Esbeek gaat, zeg maar zo'n 65, 67 jaar terug, van waar hij toen eigenlijk door het verzet is weggebracht naar België en zo van via België naar Frankrijk, Spanje, Gibraltar. He, zijn vluchtweg. Dus heel bijzonder om dat vandaag weer voor hem natuurlijk, maar ook voor ons om dat weer te beleven. De fietstocht eindigt vandaag in Brussel. De wielrenners hopen dan ongeveer 10.000 pond bij elkaar te hebben gefietst voor het goede doel.